Jordi en Noël zijn de eerste bewoners van de nieuwe woonbuurt Tuindershof bij de zuidwestelijke entree van Pijnakker. Zij kregen uit handen van wethouder Frank van Kuppenveld de symbolische sleutel overhandigd. In april 2020 is de bouw van deze nieuwe buurt gestart. De in totaal 640 woningen moeten in het voorjaar van 2024 gereed zijn.